Hallo jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe video. Ik wil jullie nu iets laten zien, want net had ik dus gewoon een kat op een nieuwe account. En iemand wou gewoon een Flyride Wyvern ervoor treden. Maar ik laat jullie nu zien hoe je dus kan terugzien wat je hebt getraind. En dat je nu Legendaries en Ultra Rares kan traden. Dan moet je eerst naar dit grote gebouw gaan. Dicht bij die Ladybug dinges, bij de hot tub. Dan ga je naar binnen. En dan loop je deze kant op. Oh. Oké, ik ga nu weer heen rijden. Maar dan moet je dus een boek openen. En ja, je ziet het wel vanzelf. Maar ja, jullie kunnen het zo wel zien. Kijk, dan ga je dus dicht bij de hot tub. Dan ga je deze kant op. En dan zie je dat daar, als het goed is. Oké. En nu moet je eruit springen. Nu ga je hierheen. En wat je nu moet doen, je gaat hier naar beneden. Je gaat deze kant op lopen. Oké, we gaan dus nu, moet je dus hierheen eigenlijk. Als je dit boek ziet, moet je eigenlijk teruggaan. En dan kom je dus hierheen. Moet je op enter drukken. You should talk to the person. Oké, je moet dus eerst hier praten. Hallo mensen, welkom bij de Club 70 Hub. Achter deze deur is een tradelens test van wat je wel kan traden en niet. Maar ja, dan kan je dit ook lezen. Maar nu moeten we hierin. En kijk, nu zijn we dus hier. Oké, de eerste. Oké, zullen we de test beginnen? Ja. Dan moet je op ja klikken. Oké. De eerste, oké. Ik geef je mijn giraf en ik ga je later een dragon geven. Maar dan scamt hij je eigenlijk. Maar, oké, dit is dus dat ik dus meteen mijn giraf geef. Maar dat moet je nooit doen. Je moet op scam klikken. Want dat is dus van dat je dat mag nooit doen. Hey, wil je een giraf? Zegt de volgende. En dan zeg ik dus, gratis? Wow. En dan zegt hij, ja. En extra. En je kan het gewoon geven. En dan zeg ik, ja, dank je. Maar kijk. Dan zie je dus. Kijk, dit is wel gratis. Kijk, dan ga ik dus het accepteren en hij geeft een giraf. Dat is wel safe. Dus dat moet je wel doen. My dream pet is een shadow dragon. Dus mijn droompet, wat ik heel graag wil. En wil je een trade voor mijn shadow dragon? En dan zegt hij, sure. Dit is wel een lastige. Want dit is dus een frostdinger voor een shadow dragon. Ik zou het wel doen. Het is wel een hele goede. Ja, ik heb hem goed. En we hebben hem dus goed gedaan. En nu kunnen we dit claimen. En nu krijg je als wat dit is. En dan heb je dus nu dit. Dan kan je dus ultra rares en zo traden. Oh wacht, ik moet gewoon dit. En kijk, dan zie je dus dit. En dan kan je hem of reporten van dat je het niet leuk vond. Maar dat gaan we dus nu niet doen, want dit was heel goed. Want deze was dus heel niet zeldzaam en deze wel heel. Dus ja. Maar dit was het einde van de video. Ga zeker hetzelfde test bij, want tot nu bij een nieuw account. En ik heb nog meer dingen te zeggen. En dat is het laatste, jongens.